Ik ben klinisch geneticus in het Erasmus MC. En mijn aandachtsgebied is prenatale genetica. Dat betekent dat ik mensen begeleid in het maken van keuzes rondom erfelijkheid, kinderwens en zwangerschap. Het kan zijn dat u verwezen wordt naar onze afdeling, na een orgaantransplantatie. Er zijn namelijk ziekteveroorzakende veranderingen in ons erfelijkheidsmateriaal die bepaalde aandoeningen kunnen veroorzaken. Als dat het geval is bij uw aandoening, dan heet dat dat er een genetische oorzaak voor is. Als er een genetische oorzaak is voor uw aandoening, dan hebben kinderen mogelijk een hoger risico op het krijgen van dezelfde aandoening als dat u heeft. Het kan zijn dat u al weet dat er een verandering in het erfelijkheidsmateriaal uw aandoening veroorzaakt. Het kan ook zijn dat dat nog onderzocht kan worden. Uw arts kan u dan verwijzen naar een polykliniek klinische genetica. Wij zullen meer vragen over uw aandoening, over uw familie en we zullen uitleggen hoe genetisch onderzoek er voor u uit zou komen te zien. Meestal is het een eenmalige bloedafname. In het laboratorium halen ze dan erfelijkheidsmateriaal uit het bloed en dat wordt genetisch onderzocht. Dit onderzoek duurt meestal lang, wel enkele maanden. Het is niet altijd zo dat er een genetische oorzaak is voor de aandoening die u heeft. Hoe groot die kans is, hangt sterk af van wat voor soort aandoening het is en hoe uw familie er verder uitziet. Het kan zijn dat er bij u geen reden is voor een verwijzing naar onze afdeling, of geen reden is voor genetisch onderzoek, of dat genetisch onderzoek geen oorzaak aantoont. Als er wel sprake is van een genetische oorzaak, dan zijn er verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat uw kind dezelfde genetische aanleg krijgt als u heeft. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een IVF-behandeling, waarbij bevruchte eicellen worden getest op de genetische aanleg. Ook kan er gekozen worden voor een test in de zwangerschap, en dan kan de zwangerschap eventueel worden beëindigd als de genetische aanleg wordt aangetoond. In sommige gevallen is het mogelijk om de aandoening op een echo te zien. Er zal dan een uitgebreide echo gemaakt worden in het ziekenhuis in plaats van bij de verloskundige. Kiezen voor een van deze of voor een andere mogelijkheid is vaak lastig en heel persoonlijk. En wij helpen u graag bij het maken van die keuze. Zo'n gesprek kan altijd plaatsvinden, maar bij voorkeur voordat er sprake is van een zwangerschap.